Het is 6:00 ochtends in Domburg. Wim Hendriksen bereidt zich voor op de dag die komt. Wat was dit, Wim? Ja, dat is een soort meditatie. Gebed. En waar doe je dat voor? Voor een zegen over wat ik ga doen en over de hele dag eigenlijk. Wim is op zoek naar statiegeldflessen die de vorige dag door badgasten zijn achtergelaten. Oh, heeft nog iemand een hangriem laten liggen? Is dat voor je? Nee hoor. Ook niks? Nee. Nee, maar dat kan best even duren hoor. Wim Hendriksen werkte vroeger in de bouw, maar in 1995 verliet zijn vrouw hem. Daarna ging het bergafwaarts met Wim. In 2002 raakte hij arbeidsongeschikt en nu leeft hij op 58-jarige leeftijd van een uitkering. Ik weet het niet, maar ik heb het idee dat er alleen één gisteravond gelopen heb. Ik ga nu toe tot het restaurant. Ja? En dan ga ik terug en dan ga ik richting Waskapelle. Van waar wij erover gezeten. Oh ja, er is een beetje haast bij, hè? Ja, want ik moet daar om over een half uurtje terug zijn. Ja? Want dan begint de strandwacht die zakken om te wisselen. Oh, oké. Okay. Waarom doe je dit eigenlijk? Uit armoede. Ja? Ja, echt waar. Als ik een fatsoenlijke uitkering had, zou ik het niet doen, hoor. Heb je die niet dan? Nou, ik vind... Ik wil niet zeggen heel weinig, dat wil ik niet zeggen, maar... Het had al wat meer mogen zijn. Na 2 uur houdt Wim het voor gezien en gaat het richting huis. Hier hangt Wims grote passie, zijn schilderijen. Dat is vooralsnog een hobby. Als je ontdekt wordt, word je multimiljonair. Maar de meesten worden pas ontdekt na hun overlijden. En dan worden hun kinderen worden multimiljonair. Eerst maar de lege flessen inleveren bij de plaatselijke supermarkt in Domburg. Wim, ja? Wat is nou het totaalbedrag geworden? 5,45 euro. En tevreden? Ah ja, het kan slechter. Ik zeg, als ik op bed blijf liggen, heb ik niks. Dus dat is maar gemakkelijk.